Vanaf 25 mei bepaal jij zelf welke persoonlijke gegevens bedrijven en apps van jou mogen opslaan en delen met anderen. Dit zijn de drie dingen die je moet weten over de nieuwe Europese privacywet. De nieuwe wet heet officieel de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG. En geldt voor alle bedrijven, overheidsinstellingen, websites en apps in Europa. Zij moeten beter gaan nadenken over wat voor informatie ze opslaan en wie daar toegang toe heeft. De nieuwe richtlijn betekent voor burgers vooral dat ze meer rechten krijgen over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. En dat is natuurlijk belangrijk in het online tijdperk waar heel veel data wordt verzameld. Bedrijven moeten, als een burger daar ook om vraagt, moeten ze hun gegevens wissen. En ook moeten ze meewerken aan het doorgeven van hun persoonsgegevens aan een nieuwe aanbieder als een burger gewoon overstapt. Maar misschien nog wel belangrijker is dat het voor de burger duidelijk moet zijn welke gegevens een bedrijf eigenlijk allemaal verzamelt. Over je. Dat gebeurt nu ook wel. Nu moeten bedrijven ook toestemming vragen. Maar dat doen ze met vage juridische teksten. Niemand weet waarvoor die toestemming geeft. En dat mag dus niet meer. Het levert een hoop extra werk op voor bedrijven en organisaties. Scholen en sportclubs moeten bijvoorbeeld precies op papier hebben staan wie wel en niet inzage hebben in persoonlijke gegevens van leerlingen en leden. En ook moeten ze binnen een maand reageren op verzoeken van mensen die hun gegevens verwijderd willen hebben. Hoewel bedrijven en scholen al heel lang weten dat ze moeten voldoen aan de wet, zijn de meesten er toch niet klaar voor, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Meer dan de helft zegt gewoon het nog niet helemaal op orde te hebben. Bedrijven die laks zijn met de nieuwe privacyregels kunnen flinke boetes opgelegd krijgen van de autoriteit persoonsgegevens. En die kunnen oplopen tot maximaal 4% van de jaaromzet of 20 miljoen euro. Dat zal alleen gebeuren bij echt forse overtredingen. Maar ze gaan wel handhaven. Alleen is het de vraag, hebben ze daar wel de capaciteit voor? En het antwoord is eigenlijk nee. De autoriteit persoonsgegevens heeft gewoon niet de capaciteit om elk bedrijf te gaan controleren. Dus ja, ze zullen ingrijpen als ze signalen krijgen van grove overtredingen. En ze zullen waarschijnlijk per jaar een bepaalde sector eruit lichten waar ze steekproeven gaan doen. Dit waren de drie dingen die je moet weten over de nieuwe privacywet.